Er zijn veel manieren om eieren te pocheren en vandaag gaan we testen hoe je dat het beste doet. De eerste manier die ik uittest is een ei pocheren gewoon in een kookpot met water. Niks erbij, puur water. Ik vul een pannetje met water en breng dat aan de kook. En daarna draai ik het vuur een beetje lager, zodat het water nog net borrelt. Met een klopper maak ik een draaikolk in het water en ik laat het ei voorzichtig in het water glijden. Ik laat het 2,5 minuut pocheren. Het eitje draait in het midden van de draaikolk en er komen wat eiwitraden naar boven. Maar als ik het eitje uit het water haal, is het eiwit mooi gestold en ziet het er goed uit. Wanneer ik het opensnij, is de dooi er nog mooi lopend, net zoals het hoort. Voor de tweede manier breng ik water aan de kook, net zoals voor de eerste manier. Alleen voeg ik een goede scheut azijn toe aan het kokende water. Het lijkt alsof het eiwit mooier om de dooier blijft zitten, dus die azijn doet volgens mij zeker wel iets. Mijn eitje blijft mooi in vorm, met minder slierten eraan en het eiwit blinkt mooier als het uit het water komt. De azijn zelf proef je niet. Ik had wel gelezen dat azijn een bepaalde functie heeft, namelijk het eiwit doen stollen, maar dat je het verschil zo duidelijk zou zien, verbaast me wel een beetje. Voor de derde manier heb je behalve water en azijn ook een zeefje nodig. Verschillende foodies zweren erbij om het ei te breken in een fijn zeefje en het dan voorzichtig heen en weer te bewegen boven een kommetje. Daarna pocheer je het ei zoals in de vorige methode, dus in water met azijn. En zo zou je minder eiwitslisten rondom je ei moeten krijgen. Het kan aan de versheid van de eieren liggen, maar er komt bijzonder weinig eiwit door het zeefje. En hoe voorzichtig ik ook met het zeefje beweeg, wanneer ik het ei in de draaikolk wil laten glijden, gaat het mis. Gelukkig breekt de dooier niet, maar hij hangt zo wel ergens naast het eiwit te zweven. Het ziet er niet zo mooi uit. Wanneer ik het eitje uit het water wil halen, scheurt de dooier bijna van het eiwit, doordat hij er niet mooi rond zat. De vierde manier is iets wat ik op het internet wel eens vaker tegenkom, namelijk een zakje gemaakt van vershoutfolie, waarin dat je dan je eitje breekt. Mijn eitje zakt niet onder, maar dobbert bovenop het water. En ik hou goed in de gaten dat het zakje de warme randen van de pan niet raakt, want ik ben eigenlijk een beetje bang dat het plastic zal smelten. Het moeilijkste is eigenlijk om het eitje uit het water te halen en uit het zakje te halen zonder je te verbranden. Wanneer ik het zakje open, ruik ik eigenlijk eerder hardgekookt ei, maar de dooier is in tegenstelling tot wat ik zou verwachten nog mooi lopend. Het eiwit heeft wel een beetje een rare vorm gekregen door het zakje en het ziet er niet zo mooi uit. Eigenlijk is dit gewoon een ei koken in een zakje, maar al bij al is het wel een handige manier als je veel eitjes tegelijkertijd wil bereiden. Voor de vijfde manier gebruik ik een speciale eiwitpocheerder. Dat is een potje dat je in een microgolfoven kunt zetten en waarin dat je dus een ei kunt pocheren. Het resultaat, ja, dat is dus niet om aan te zien. Het eitje is nog zo goed als rauw, geen aanrader. Je hebt vast ook al op Instagram een manier zien passeren om eitjes te pocheren in de airfryer. Dat is heel populair momenteel en dus ga ik dat ook eens testen. Ik vul de kommetjes tot halverwege met kokend water uit de waterkoker en breek er dan een eitje in. Dan gaan de eitjes 6 minuten in de airfryer op 200 graden. Ja, het resultaat is net als bij de eierpocheerder dat het nog rauwe eitjes zijn. En ik zet ze nog 3 minuten extra in de airfryer. De eitjes uit de kommetjes halen is heel moeilijk en ja, dat is gewoon niet handig. Het ene eitje breekt en van het andere komt alleen de dooier mee uit het kommetje. Deze manier ga ik niet herhalen thuis. De laatste manier die ik vandaag probeer om eitjes te pocheren is in een cupcakevorm en die gaat dan in de oven. Ik heb de oven voorverwarmd op 170 graden. De cupcakevorm die vet ik in met een beetje boter en in elke holte doe ik 1 eetlepel koud water. Dan breek ik er een eitje in. Eerlijk gezegd is dit niet echt een ei pocheren, maar eerder een eitje garen. De eitjes hebben ook een rare vorm en het is moeilijk om ze te ontvormen. De meeste manieren in deze test hebben me eigenlijk een beetje teleurgesteld. Ik blijf toch zweren bij de gewone klassieke manier om eitjes te pocheren in een pannetje met water en azijn net onder het kookpunt.
ook zonder azijn had ik een goed resultaat. En als ik er dan toch nog een alternatieve manier moet uitpikken, dan kies ik voor de verzoutfolie. Dat is simpel om te doen en je krijgt het eitje onbeschadigd op je bord. Alleen de vorm is een beetje wennen.